Molukse gemeenschap Elst bedankt donateurs na aardbeving. Aandacht voor de ziekte van Alzheimer en Druten neemt afscheid van burgemeester. In 2019 vond er op de Molukken een aardbeving plaats. De Molukse gemeenschap in Elst ondernam actie om geld in te zamelen voor de dorpen die zijn getroffen. Ook de lokale politieke partijen kwamen tot actie. De koepelorganisatie Gezamenlijke Kerken heeft een groot gewaardeerd bedrag gedoneerd. Woensdagavond werd er in theater De Kik een documentaire getoond, waarin te zien was hoe het geld op de eilanden is besteed. Met daarbij een dankwoord aan de donateurs en de mensen die in actie zijn gekomen. Nou, wat je hier ziet, is dat je de kinderen ziet helpen met de planken en materiaal die we vanuit Ambon naar Roek hebben gebracht. In september 2019 vond er een aardbeving op de Molukken plaats. De Molukse gemeenschap in Elst organiseerde een geldinzamelingsactie. Met hulp van gemeente Overbetuwe en lokale kerken is er een bedrag opgehaald. Ook lokale politieke partijen hielpen mee. Goed om te zien dat raadsleden toch nog zelf op een manier dan geld proberen in te zamelen. Estelle Manusiwa, voorzitter Stichting Maluku Elst, ging samen met Ambonwena Aratuaman van Tifa Magazine naar de getroffen dorpen toe om het geld daar goed te besteden. Ik werk eigenlijk al jaren met om August Pelau. Hij is van Molukse Wijkraad Elst. En we kwamen eigenlijk in een gesprek en ja, toen hij vertelde van de donaties, heb ik ook mezelf eigenlijk wel aangeboden van hey, als ik wat kan doen, dan doe ik dat graag met alle liefde. Tifa Magazine is een Moluks-Nederlands mediabedrijf dat in Nieuwegein is gevestigd. Het platform is bekend op de Molukken en met hun rijke netwerk daar verliep het project snel en soepel. We hebben eigenlijk 3 scholen gerenoveerd dus. Daarvoor hebben we eigenlijk onze netwerk in de Molukken voor gebruik. Lokale winkels hebben wij dus ook inkopen gedaan, zoals hout en alle soorten materialen die je nodig hebt om een school te renoveren, zeg maar. Met de bevolking zelf van de dorpen hebben wij eigenlijk samen de materiaal van Ambon naar de eilanden gebracht en naar de dorpen. En de mensen hebben ook zelf geholpen om de scholen te renoveren. Van deze onderneming is een korte documentaire gemaakt. En dan is het zover. In Theater De Kik. De vertoning van de documentaire vond daar plaats in Elst tijdens de bijeenkomst die de Molukse Wijkraad daar heeft georganiseerd. En dan is hier dan de documentatie die is gemaakt. Ik zou zeggen, kijkt u, maar geniet u tevens ook van de mooie natuur op de Molukken. Was dit niet gelukt ook? De mensen waren echt blij. De kinderen waren ook blij, zoals jullie zagen. En eigenlijk door dit project hebben wij een NGO opgestart. Dus wij gaan gewoon door met dit. Heel goed. Hoe was het om vanavond de resultaten van de geldinzameling en alle acties te zien? Ja, indrukwekkend en schitterend tegelijk om te zien hoe het was na de aardbeving en de beelden na het repareren van de scholen. Nou, echt, ik was echt verbaasd. Hartverwarmend. Hartverwarmend? Ja. Ja. Ja, precies hetzelfde. Ja. Ja. Want ze doen het hartstikke goed. Ja. En vooral voor de scholen daar. Ja, hartverwarmend. Kan niet anders zeggen. Ja. En er was ook een dankwoord aan jullie gericht in de documentaire. Hoe was dat om zo terug te... Ja, dat voelt toch een soort van een beetje ongemakkelijk bijna. Want natuurlijk hebben wij als gemeente bijgedragen, financieel ook, en gesprekken gevoerd over welke projecten zouden jullie kunnen doen samen met de gemeenschap daar. Maar uiteindelijk aan de daadwerkelijke opbouw, dat heeft natuurlijk gewoon de Molukse gemeenschap hier met de mensen op het eiland daar gedaan. Dus het is fijn om te worden bedankt, maar ik denk dat ze zelf het meeste werk hebben gedaan. Landelijk staan er 22.000 ouderen met dementie op de wachtlijst om een plekje te kunnen krijgen in een verzorgingstehuis. Dat meldt Dagblad Telegraaf onlangs. Dan is natuurlijk de vraag of er landelijk genoeg aandacht wordt besteed aan Alzheimer. Hoe zit het eigenlijk in onze regio? Wordt er genoeg aandacht besteed aan deze ziekte? Ja, we timmeraderen aan de weg. En het zal best wel meer kunnen hoor. Maar je hebt ook dementievriendelijke gemeentes nu. Nou, Elst is onder andere zo'n gemeente. Ik vind dat hier in deze regio
niet voldoende, maar zeker heel goed aandacht aan wordt besteed. Ik denk dat er in Nederland heel veel aandacht wordt besteed aan de ziekte van Alzheimer. Om te beginnen hebben we een hele goede patiëntenvereniging, Alzheimer Nederland. Ze organiseren ook op allerlei plekken Alzheimercafés met hun regionale afdelingen. Daarnaast is er denk ik ook heel veel aandacht voor Alzheimer in het onderzoeksveld. Er wordt dus zeker wel aandacht besteed aan Alzheimer in onze regio. Maar wat is Alzheimer eigenlijk voor een ziekte? Alzheimer is een hersenziekte. En bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er hele kleine klontjes eiwit in de hersenen. Die maken de hersencellen kapot. En daardoor ontstaat dementie. Bij dementie krijg je geheugenproblemen. En geheugenproblemen die erger zijn dan alleen van het ouder worden. Er zijn verschillende Alzheimer's-cafés in Nederland. Eén daarvan zit in Elst. Zij werken hier al een flinke tijd met 11 vrijwilligers volgens het concept van Alzheimer Nederland. Maar wat is nou zo'n Alzheimer-café? Nou, het Alzheimer-café is vooral een plek voor mensen met, of is eigenlijk een plek voor mensen met dementie met hun naasten en familieleden. Een veilige plek, een laagdrempelige plek. Mensen die voor het eerst komen, ja, die zien daar wel tegenop. Zijn ze eenmaal binnen, dan komen ze eigenlijk iedere maand terug. Mensen ontmoeten elkaar, mensen praten met elkaar. En nou, dat is eigenlijk het mooiste. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die Alzheimer-cafés er zijn. Volgens mij een hele belangrijke plek voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten. En dan gaat het zowel over de mensen die dementie zelf hebben als de mantelzorgers. Want we weten ook heel goed dat als je mantelzorger bent voor iemand met dementie, dat dat een ontzettend zware taak is. En dat je daarbij wel wat steun kan gebruiken. Er wordt dus in onze regio zeker wel aandacht besteed aan de ziekte Alzheimer. Zo meteen in het RNZV regionieuws. Sinds een klein half jaar bestaat in Nijmegen het Ponten College 2. Een school speciaal voor Oekraïense kinderen. Maar hebben zij wel iets aan de stof die zij leren? Corrie van Ree, oud Ammerveld, nam woensdagmiddag afscheid van de gemeente Druten. Vanaf volgende week donderdag zal Sigrid Sengers haar opvolgen. Van Ree, oud Ammerveld, werd in 2019 aangesteld als waarnemend burgemeester. Verrassend en zo nu en dan verwarrend. Zo omschrijft Corrie van Ree, oud Ammerveld, de afgelopen 4 jaar als waarnemend burgemeester van Druten. Verwijzend naar de crisis die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. Vrijdag 31 maart zendt RN7 een programma uit waarbij we in gesprek gaan met de voormalig burgemeester. Bakkerij Het Kraaiennest uit Nijmegen is verkozen tot topbakker van het jaar. Tijdens de verkiezing die plaatsvond op 21 maart op het Bakkersfestijn kreeg de bakkerij de wisseltrofee. Elk jaar krijgt de bakker die het beste scoort op 12 verschillende onderdelen deze trofee. Nu mag Bakkerij Het Kraaiennest zich een jaar lang topbakker van het jaar noemen. Studenten Bo Maas en handdocent Kees Wisse zijn de winnaars van het Han Juridisch Dictee 2023. Bo Maas eindigde als eerste bij de studenten. Zij maakte slechts 20 fouten. Ze kreeg hiervoor €250 en een meeloopdag bij de rechtbank in Gelderland cadeau. Bij de professionals won de HBO-rechtendocent. Hij maakte 5 fouten. Een school met alleen maar Oekraïense leerlingen. Sinds een klein halfjaartje bestaat in Nijmegen het Ponten College 2. De school is in korte tijd opgezet. En nu krijgen zo'n 150 jongeren die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne er onderwijs. In tweetallen en dan ga je met elkaar praten. De leerlingen van het Pontem College 2 zijn druk bezig met de les Nederlands. Het zijn allemaal Oekraïense kinderen uit de regio Nijmegen en Druten. Maar zij zijn gekomen vorig jaar en we hebben op dat moment hen opgevangen en ondergebracht op verschillende middelbare scholen. Maar eigenlijk is het makkelijker om vanuit één centraal punt alle leerlingen te bedienen. Het leren van de Nederlandse taal is een van de belangrijkste dingen hier op school. Dit is de nek. Dit is de kin. Oh, it's a little bit difficult now, but all teachers try to help us and we all started to learn Dutch. Voor de kinderen is het wel dubbel, want ze leren hier Nederlands, maar veel van hen hopen ooit terug te kunnen keren naar Oekraïne. Onze opdracht is deze kinderen Nederlands leren, want dat is hard nodig als je hier gaat blijven, om dan door te kunnen stromen naar regulier onderwijs. Maar wij luisteren ook goed naar onze studenten. Voor sommigen is het belangrijk om meer Engels te leren bijvoorbeeld, maar ook een heel groot deel van onze leerlingen volgt online onderwijs vanuit Oekraïne. Ja. En daar geven wij ook ruimte voor.
Waar de toekomst van deze kinderen uiteindelijk ligt, is nog onduidelijk. Maar voorlopig is dat hier op school in Nijmegen. Ja, dan kijken we even naar de sociale media. Studentenmagazine Fox meldt op Instagram dat dit jaar het Studentenkamerfestival is afgelast. Beter bekend als het StukaFest. Het is voor het eerst in 22 jaar dat het kleinschalige muziekevenement niet doorgaat. Cultuur op de campus liet eerder weten dat er niet voldoende personeel is om het te organiseren. Het Radboud UMC plaatst op Facebook enkele foto's van de oude hoofdingang. Eind vorig jaar is de nieuwe hoofdingang geopend, waardoor de oude overbodig is geworden. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden begonnen en is als eerste de luifel weggehaald. De persoon die het bericht plaatste moest er een traantje bij wegpinken. Ja, en tot slot plaatste de gemeente Wijchen een foto waarop wethouder Van Bronckhorst een boom plant. Dat gebeurde vanochtend en die boom heeft de gemeente cadeau gekregen van VNG Gelderland vanwege hun 100-jarig jubileum. De boom mocht door de gemeente zelf worden gekozen en is een bijenboom geworden. Volgens de wethouder is die goed voor de biodiversiteit. In één avond 5 minuten kletsen met 20 potentiële partners. Speeddaten maakt een comeback. Dat bewijzen de Nijmeegse Sof en Eve met hun bedrijfje voor speeddates. De eerste editie van hun date-evenement was in no time uitverkocht. Het team van beeldbrengers was erbij aanwezig. Speeddaten lijkt weer hot en happening, terwijl het vroeger een stoffig imago had. Hoe zit dat? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom het vroeger een stoffig imago had. Want het is eigenlijk heel erg leuk. Je ontmoet heel veel nieuwe mensen, heel veel potentiële liefdesmatches. Maar ook gewoon mensen die misschien vriendschappelijk interessant voor je zijn. Of anders gewoon die misschien een leuk beroep hebben. Of die een leuke hobby hebben waar je gewoon nog nooit iets over hebt geleerd. En dan heb je nu 4 minuten de tijd om het daar gewoon over te hebben. Is speeddaten beter dan online daten? Zeker, ja. Je ziet gelijk iemand, je krijgt gelijk echt weer een beeld, je hoort een stem. Je ziet hoe diegene beweegt. Dat zijn echt allemaal wel factoren waardoor je aangetrokken kunt voelen of niet. En met online daten zie je toch gewoon een paar standaard foto's die iedereen heeft. En dan weet je toch niet zo goed waarvoor je gaat tekenen. Wat wil jij echt van iemand weten binnen 4 minuten? Ja, ik wil eigenlijk vooral weten gewoon of iemand gewoon een beetje dezelfde vibe heeft. Of iemand gewoon gezellig is, makkelijk in omgang. Wat iemand bezighoudt in het dagelijks leven. Een beetje wie die is en waar hij voor staat en wat hij leuk vindt in het dagelijks leven. Het is een kleine indruk van de persoon zelf. En wat is een ultieme afknapper? Ja, gewoon onverzorgd eruit zien. Ik vind kleding zo ook wel belangrijk. Ik denk als iemand de hele tijd over zichzelf praat. Ik heb er al heel veel energie van gekregen. Ik heb leuke mensen gesproken die echt aandacht en tijd voor me hadden. Ja, en de sfeer was gewoon heel fijn, ja. Speeddaten of online daten, wat is beter? 100% speeddaten. Ik heb zo'n leuke avond gehad en ook gewoon zo leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En gewoon, je krijgt heel snel een indruk van iemand en dat is gewoon niet met online daten. Zeker, tweede keer waard? Ik hoop van niet, maar ik zou er zeker voor openstaan. Denk je dat je hier matches hebt uitgehaald? We gaan het zien. Ik heb een enorm gezellige avond gehad. Niet alleen voor het daten, maar ook voor de sociale contacten. We gaan zo met z'n allen de stad in, maar ik ga nu lekker aan de borrel. Ja, en dan het weer. Na een paar felle buien die we vanmiddag over ons heen hebben gehad, dacht je misschien dat we er vanaf waren. Maar niets is minder waar. Vannacht trekt er weer een nieuw regengebied over het land heen, waardoor het geruime tijd gaat regenen. Morgenochtend start de dag eerst droog met zelfs wat zon. Maar in de middag komen er weer opnieuw buien over het land heen. En de temperatuur morgen komt uit op een graad of 14. In dit weekend blijft het wisselvallig, met op zaterdag vooral een aantal felle buien. En op zondag langdurige regengebied in de middag. De temperatuur zakt dan ook iets terug naar een graad of 9. Ja, en dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur hem dan naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!